Vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende bedrockbunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze bedrockbunkers te bouwen. En daarna zal ik moeten proberen te ontsnappen. We gaan voor 5000 likes. Dames en heren, oftewel dames en heren. Welkom bij het event. Jullie gaan vandaag een bedrockbunker bouwen. Een bedrockgevangenis waar ik uit moet gaan ontsnappen. Ik ben benieuwd of jullie er klaar voor zijn. Ik ben benieuwd wat jullie gaan bouwen. Julian, vind je het spannend? Ik vind het zo spannend, jongen. Je vindt het zo spannend? Ja, dat zie ik aan je. Je zit helemaal te bibberen gewoon. Ja. Echt, het is echt... Hey jongens, ik wens jullie veel succes. Jullie krijgen een uurtje de tijd. En daarna gaan we beginnen bij Joris, oké? Okay? Helemaal goed. Helemaal goed. Jongens, veel plezier. We zijn aangekomen in de allereerste map, namelijk die van jou, Joris. Het is een bedrock escape room, bunker, gevangenis. Wat is het? Wat ben ik beland? Ja, precies dat. Ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden. Je kan het niet beter verwoorden. Nee, of ik kon het niet beter verwoorden. Hey, wat moet ik doen? Mag ik alles slopen wat ik tegenkom? Of, Je mag in principe alles slopen wat je tegenkomt. Ik zou wel verstandig nadenken wat je sloopt. Want... Ja, bijvoorbeeld dit glas is niet heel verstandig, lijkt me, want dan krijg ik het niet natuurlijk. Nou ja, sommige dingen krijg je niet terug en andere dingen, dan kan je dood door gaan. Ja, oké. Okay. En... Netherite blokken sloopt die ook maar niet. Oké, okay, netherite blokken. Dat is ook te hard. Dat is net maar, te hard om te slopen. Net hard. Doen. Ja. Maar okay, voor de rest... Laten we beginnen. Ga je gang. Ik ga beginnen met mijn escape. Ik moet ontsnappen uit de bunker van Joris. Laten we gelijk kijken of wij in zo'n minecartje daar terecht kunnen. Want ik zie... Of dat zijn kisten volgens mij. Kist, chest of minecart. Ja, kijk. Enderpearl, dat is 1. Dan... daar zit er nog 1. Ga kijken of we elke even kunnen pakken. Dat ding... Oh, hier kan ik in. Oké. Okay, maar... Kom ik er ook nu weer uit? Ik weet niet of... Ik zit voor mijn gevoel vast nu. Of niet? Het lijkt wel... Zit ik vast? Ja, ik kan die enderpearl gebruiken. Maar ik denk niet dat ik denk dat zonde is van mijn enderpearl. Ik zit vast! Oh nee, wacht trouwens. Ik kan alles slopen. Dat betekent dat ik die iron bars ook wel mag slopen. Kijk jongens, we moeten wel slim nadenken. Die iron bars mag ik dus ook gewoon slopen. Duurt wel even lang. Maar hè, dan hebben we wel wat. Oh, we hebben er eentje. Het duurt echt ongelooflijk lang. Dus, oh, jongens, oprecht. Het duurt... Laten we zeggen... 20 seconden per iron bar. Dat is best lang. Oké, hoppakee, dan gaan we door. Ik hoop dat daar... Zit daar iets in, anders zit ik weer vast. Volgens mij niet. Nee, dat zijn lege dingen, jongens. Dus daar gaan we niet heen, anders zitten we weer vast. We kunnen de enderpearl wel gebruiken voor iets, maar voor wat? Het ding is, daar kom ik niet bij, glas. Ik heb een enderpearl nu, alleen ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik bedoel, dat glas kan ik slopen, maar zit daar wat achter? Kijk, laten we dit glas ook gewoon slopen. Kijk, dat zijn shulkerboxes, ja! Kijk, dan kunnen we die ook slopen. Oké, jongens, we hebben sowieso alweer een beetje progressie. Hebben we... 2 enderpearls. Ik dacht dat ik er meer had. Huh? Ik heb ook gras. Hoe kom ik aan gras? Is dat toevallig? Volgens mij... Ik weet niet of dat de bedoeling was. Nee. Oh, de gras moet uit mijn inventory. Ik weet niet hoe je daaraan komt, maar je hebt nu, als het goed is, inderdaad 3 enderpearls. Ik heb 3 enderpearls, ja. Ja, dat is zo. Oké, jongens, we hebben 3 enderpearls, maar wat moeten we doen met 3 enderpearls? Ik weet dat je daarop door blokken heen kan glitchen, maar ik weet niet of dat hier de bedoeling is. Misschien moet ik wel gewoon juist op deze pressure plate staan. Zal ik het proberen? Maar alleen, ik ben bang dat het fout gaat. Ik kan er eentje gebruiken, maar... Ik moet dus goed omgaan met de spullen die ik heb. Daar staat die enderpearl zat erin. Ja, dat zijn voor de rest gewoon normale minecarts. Ik kan dit glas slopen, maar dan komt de lava naar beneden. Wil ik dat? Nee. Dus doen we dat ook? Nee. ik ben heel voorzichtig, jongens. Ik mag dit glas natuurlijk gewoon slopen. Maar ja, dat gaan we niet doen. Dat heb je niks aan. Ik kon mijn enderpearl hiervoor gebruiken. En dat ik hier op de pressure plates gestaan. Want ik denk dat hij er... Wacht, laat ik er... Ik heb een idee. Laat ik even gewoon een blokje erop gooien. Zoals dit. Maar dat doet niks. Ofwel, nee, dat doet niks. Ah, ik wou zeggen, anders kon ik testen op die manier of het iets deed. En dan moet ik hem gaan gebruiken. Dan moeten we mijn prachtige enderpearls gaan gebruiken voor iets. Ach, laat ik eerst wel gewoon hierheen gaan. Ah, ik denk dat dit is stom. Ik denk dat ik dit voor niks heb gedaan. Oké, tip voor de toekomst. Ik neem deze ding ook gewoon mee. Zo, we gaan niet meer hier naar boven in dit soort dingen. Dat gaan we niet meer doen. Kijk, we hebben een minecart nu hier beneden. Ik weet niet waarom, maar... Wat ik kan doen, jongens, is mogelijk even de lava naar beneden laten vallen. En dan damage krijgen, want... Daardoor kan mijn sprongetje hoger zijn. En dat lijkt op een dropper of zo. Misschien dat daar wat in zit. Wat ik moet hebben. Ja, of ik moet wel gewoon op... Ik weet het niet. Ik vind het echt ontzettend moeilijk. Ik ben gewoon te bang om mijn enderpearls te gebruiken. Dat is het vooral gewoon echt. Ik ben echt te bang om ze te gebruiken. Maar ik ga er gewoon eentje gebruiken. We gaan het gewoon doen. Anders komen we geen kant op hier. We kunnen er gewoon eentje hier op. Oh! Oh mijn god, nee. Hé, hey, wacht, er ging wel een beacon af. Dat is nieuw. Misschien moet ik er dus wel op staan. Oké, wacht. Dus dan gebruik ik mijn enderpearls niet voor niks. Maar dat betekent dat er ergens nog eentje is. Ik heb er 4 nodig. Wacht. Hier, dan gebruiken we deze ook. Zo. Dan gaat er, als het goed is, nog eentje. Ja. Oké. Dan doen we aan deze kant ook. Zo. Hoppakee. Gaat weer af. Dan gaat die daar. Ja. Er moet er nog eentje afgaan en dat is aan deze kant. Maar
Dan is er ergens dus nog een enderpearl, jongens. Ergens is de laatste enderpearl, maar waar is die? Is die wel ergens bij zo'n minecart? Ja, ik wil het risico niet nemen. Ergens zit er nog eentje verstopt. De allerlaatste enderpearl. Ik gok dan dat ik toch de gok moet maken en daarheen moet gaan. Ik hoop dat ik dan een goede gok maak, echt waar. Alsjeblieft, zeg maar dat hier... Nee, hier zit weer niks. Moet ik weer die domme dingen slopen? Oh, dat duurt zo lang. Oh nee, wacht, ik heb een idee. Misschien dat het sneller kan gaan. Kijk, als ik nou alleen de onderste sloop, dit er doorheen duw. En dan... Zo, kijk, dan ben ik gewoon sneller beneden. Oké, dus daar is het niet. Waar is dan die Oh, ik word helemaal gek hiervan. Hoe kom ik daar... Hoe kom ik dan hierboven? Of nee, waar moet ik... Ik moet daarop nog komen. Dan gaat de beacon gaat weer aan. Het wordt me moeilijk gemaakt. Joris, mag ik een tip? Waar is... Waar een tipje? Een tipje. Is er nog een enderpearl? Ja. Er is nog een enderpearl. En ik zou zeggen, probeer al het glas te slopen wat je zonder risico kan slopen. Oké, ik weet dat dit hier kan ik allemaal slopen zonder risico. Dit glas, maar wat heb ik daaraan? Wat heb ik eraan als ik dit glas zonder risico sloop? Hier. Zo, kijk. En deze kan ik slopen zonder risico, maar wil ik dat? Weet ik niet. ik weet dat ik dit glas niet meer kan slopen nu. Want dan is het risico dan dat risico. Dan gaat het lava naar beneden. Ik ga deze gewoon slopen. Ga ik het doen? Ja, ik moet wel, hè. Ik doe het wel gewoon. Oh, maar deze. Dan komt daar de laatste enderpearl uit. Dat meen je. Het was gewoon letterlijk het glasblokje in het midden. Ik dacht dat ik die moest bewaren. Oké, dan moet ik nu als het goed is hier erop. Zo. Oh, zo, hoppakee. Daar is hij. Oh, wat is er gebeurd? In één keer is de hele vloer weg. Dat is helaas te hoog. Huh? Wat is te hoog? Oh mijn god, wat is er gebeurd, jongens? Wat is er gebeurd? We zijn ineens helemaal... De hele map is aangepast uit het niets gewoon. Gewoon in een... Oké, laten we kijken. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen, jongens? We moeten ontsnappen natuurlijk. Maar wat is dit allemaal? Hier kan ik heen en daar zit een beacon. Maar die is al geactiveerd volgens mij. Wat gebeurt er allemaal? Het is zo verwarrend hier. Het is ineens allemaal heel verwarrend. Oké, hier zit ook iets achter. Is leeg, die barrel. Oké, hier kan ik naar beneden. Wil ik dat? Het is een X. Wat kan ik ermee slopen? Weet ik niet. Hout misschien? Oh, dat is helaas te hoog. Ik snap hem. Dit hier is te hoog, want dan kan ik natuurlijk niet op springen. Dat is dus te hoog. Ik snap hem. Oh, wat frustrerend. Ik weet gewoon even niet wat ik moet doen. Het is allemaal eventjes heel verwarmd, zoals ik blijf zeggen. Laten we hier gewoon naar beneden gaan. Oh, nee. Dat zijn heel veel barrels en heel veel kisten. Oh, nee. Nee, dit zijn er echt heel veel. Oké, maar het zal niet zomaar aan het begin liggen. Ik denk dat het ergens halverwege ligt. Ik weet niet wat ik zoek, maar ik zoek iets, jongens. Hier nog een ex, een ijzeren ex. We hebben nu een stenen en een ijzeren. Maar ik ben bang dat dat niet het enige is. En hier hebben we goud. Oeh, die kan ik voor de beacon gebruiken. Oké, maar er is vast nog wel meer. Er is vast nog wel meer. Het ding is, hoe ga ik ook boven komen? Dat is een beetje een probleempje. Of niet? Hoe kom ik boven? Hè? Is er een geheime doorgang die ik gemist heb? Zijn er ladders die ik ergens kan krijgen? Ja, een ladder. Gebruik deze om hier uit te komen. Ah, maar ik denk niet dat eentje genoeg is. Of wel? Jawel. Trouwens, jawel. Eentje is genoeg. Kijk, ik kom hier op deze manier weer uit. Ja, oké. Dan kan ik hierheen om die dingen te activeren. Moet ik wel de sprong halen? Ja, zo, kijk. Oh, wacht. Ik moet hoger. Hè? Ik kom er net niet bij. Oh, wacht, kijk. Zo. Ja, dan kan ik hier deze doen. Activeren we... Wat gaan we activeren? Jump boost gaan we denk ik activeren. Ja, want met jump boost, jongens, voor hoe lang? Voor oneindig, volgens mij. Kom ik hier natuurlijk wel op. Ja. Oh, oké. Oké, we zijn op zijn minst hieruit. En nu, wat hebben we hier? We hebben hier obsidian. Ja, dat kan ik slopen, maar dat duurt zo lang. Nee, moet ik dat slopen? Is dat echt zo? Maar dat duurt zo lang. We gaan wat proberen. Je kan met die X nog een heleboel andere dingen hakken. Ik kan met die X nog een heleboel andere. Het is een goed tipje, anders had ik echt nog heel verdrietig geworden. Laten we even kijken. Hebben we hier die barrel? Oh, misschien achter de barrel. Nee, er staat niks achter de barrel. Ik dacht, misschien is die barrel een scam. Oké, ik kan heel veel slopen met een X, inderdaad. Oh, ik snap hem. Ik kan nog meer kisten slopen. Natuurlijk. Jongens, dan kunnen we mijn pad vrijmaken. Daar heb ik niet over nagedacht. Dit hebben we nodig, zodat we nog meer... Hier, kijk, ik wou het zeggen. Ik kan natuurlijk helemaal niet achter in die kamer terecht, maar nu wel. Moet ik nou gewoon echt elke barrel... Ik ga gewoon alles slopen. Oh, kijk, wat is dit? Hier zit ook iets. Een diamond pickaxe. Ja, we gaan naar boven, jongens. Die hebben we nodig. Die hebben we nou net nodig. Hier plaatsen we dit hieronder, zo. Hoppakee, dan hebben we die jump boost. Komen we hierop. Dan gaan we even met een diamond pickaxe dit veel sneller slopen. Ik ben blij dat ik een tipje kreeg. Hier zit niks achter. Misschien hebben we het blok wel nodig. Even meenemen. Zo. Hier zit ook niks achter, maar dan nemen we het blok wel mee. Hier zit ook niks achter. Ik denk dat het om de blokken gaat dan. Alleen, ja. Wat heb ik aan de blokken? Oh, hier zit dus wel wat achter. Maar hoe kom ik daar? Dan heb ik de trapdoor nodig. En die was daar. Maar ja. Oh, nu heb ik natuurlijk jump boost, dus... Nee, dan kom ik er niet uit. Wacht, we gaan even kijken of we deze
kunnen lenen, deze trapdoor. Oh, wacht trouwens, ik heb gewoon een kist om ermee uit te komen. Zo, hoppakee. En dan, hoppakee, hoppakee. Gaan we hierheen. Gaan we zo. Plaatsen we die. Hoppakee. Oh, ik hoop dat we ontsnapt zijn. We gaan onderweg naar ladders. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Dan klimmen we omhoog. Een heel stuk omhoog klimmen we. En dan komen we aan in een... Niet een doolhof. Een pressure plate. Wat is dit? Doet alleen niks. Dat maakt niet uit. Zijn bij het einde. Oh, we zijn ontsnapt. Jemig, wat was dit een gevangenis, hé. Wow, deze was goed. Jemig, hé. Ik was echt even... Het was echt een breinbrekertje. Ik moest nadenken. Ik snapte zoveel niet, maar dat is de hele bedoeling van een Bedrock map. 9 van 10 dingen snap je ook gewoon niet. Het was echt perfect. Ik vond hem echt leuk. Ja, dat was mooi. En dan gaan we gelijk door naar de volgende. We zijn aangekomen in de map van René. En René, omdat jij niet kan praten, heb ik gehoord dat Julian jouw tolk is. Dus Julian, welkom in de map van René. Het ziet moet ik zeggen, al een stuk vrolijker uit dan al die andere maps. Dus ik mis de Bedrock nog een beetje, maar dat komt denk ik zo meteen. En wat is de bedoeling? Zeg het eens. Nou, zou ik het boekje voorlezen? Ja, René heeft het boekje voor je geschreven. Oké, namens René. Hoi, je mag proberen te ontsnappen uit mijn mega grote huis. Een paar regels. Breek alleen blokken als ze van hout zijn gemaakt. Blokken zoals steen, diepsleet enzovoort mag je niet breken. Alleen hout. Oké. Doe wat de bordjes zeggen en neem mee waarvan jij denkt dat je het nodig kan hebben. Oké, dat is prima. Dat is nog niet alles. Oh, dat is nog niet alles, oké. Er zijn objecten die je niet nodig hebt. Kijk lekker rond in mijn huis. Hier mag je geen blokken slopen. Ik heb net opgeruimd, soort van. Veel succes. Oké, nou dankjewel Julian voor de talk en dankjewel René voor het maken. Ik ga beginnen. Nou jongens, laten we even kijken. Ik mocht rondkijken in haar huis, maar we hebben hier ook niet betreden achterin. Dan gaan we zo meteen eens lekker wel betreden. Oh nee, trouwens, ik moest luisteren naar de bordjes. Ik mocht niet betreden. We gaan ook even op het huis kijken. We gaan gewoon eerst kijken. Kijk, hier mag ik niet betreden. Maar ik wil, hoe graag ik dat wil, ik ga het niet doen. Want ik moest luisteren naar de bordjes, werd mij verteld. Oké, in het huis. Ik mag rondkijken. Lekker. Nou, ziet er goed uit. Laten we maar gewoon beginnen dan. Ik denk dat dit de ingang is. Ik weet eigenlijk wel zeker. Daar gaan we. Oep. Wat is het? Kopweb. Dat duurt altijd zo lang. Is er één? Volgens mij is er maar één, hè? Het lijkt langer. Nee, volgens mij is er... Ja, het is maar één. Oké, dat scheelt. Nee, het zijn er wel... Nee, het is wel... Hè? Nee, het is wel maar één. Oké, dan komen we aan in een mini kamer met een string. Met een... nog een string en een crafting table en hier iets. Met een kist. Laten we eerst een string zakken. Zo. Hier nog een string. Dan hebben we 3 strings. En... Oh, hier 4. Daar kunnen we al vol van maken. Laten we ook de crafting table hakken. Misschien zit er wat onder verstopt. Even kijken. Er zit niks onder verstopt. Maar ik weet wel dat we wol kunnen maken. Kan ik bij die kist daar... Oh, wacht. Laten we even die wol plaatsen. Misschien kom ik dan bij de kist. Nee, die kan niet open. Maar er zit wel wat onder. Volgens mij. Laten we de crafting table ook gewoon gebruiken om hierheen te gaan. Zit er wat onder of achter? Nee, deze kan ik niet openen. Kan ik hem wel slopen? Ja, we kunnen hem wel slopen natuurlijk. Dan hebben we een kist. Oh, er zat een iron nugget zat erin. Oké, prima. Hebben we die nodig voor iets? Geen, we lopen gewoon door. Hier is lava en that's it. Zit er iets in de lava? Achter de lava? Onder de lava? Naast de lava? Ik wil geen damage krijgen. Nee. Er zit niks bij de lava. Waar moet ik dan heen? Wat is er aan de hand? We hebben een iron nugget. Wat kan ik met een iron nugget? Ja, ik ga er niet in, jongens. Ik ben bang dat het dan fout gaat. En hier is verder helemaal niks. Er is hier helemaal niks te doen verder. Met die iron nugget en die trap chest kan ik ook niks. Ja, ik kan er wel in gaan. Weet je, we gaan er wel gewoon even in. Ik doe even, zeg maar, alles hier in mijn spulletjes, zodat ik niks meer heb. En dan kijken we gewoon even of daar iets is. Nou, er is hier niks. Oh, jawel, jawel. Oh, er was wel wat beneden, volgens mij. Wacht, laten we kijken. Ik kon natuurlijk niet mijn spulletjes kwijtraken. Maar, nee, dat red ik niet. Ik ga dood. Ik ga dood, jongens. Waar ben ik? Oh, ik zat hier. Oh, ik snap hem. Oh, nee, nu ga ik dood. Ik ga dood. Oh, nee. Nee. Oké, jongens. Ik kan dus op de minecart erachter terechtkomen. Dus, maar dan moet ik, vind ik, wel mijn spulletjes meenemen. Ik denk dat ik die namelijk nog wel nodig heb. Alleen ben ik bang dat ik ze ga verliezen. Oké, een risicootje van het vak. Kom ik daar niet stiekem al een beetje bij vanaf hier? Ik ben bang dat ik mijn spullen kwijtraak. En ik wil dit niet kwijtraken. We gaan het gewoon doen. Ja! Oh, we hebben het gedaan! Oh mijn god, dankjewel. Oké, het is gelukt. Dan gaan we even wachten tot het vuur uitstaat. We hebben nog onze spulletjes bij ons. Dan hebben we hier een piston. Wachten we even tot het vuur nogmaals uit is. Als die uitgaat. Oké, zo pakken we de piston. Dan heb ik die piston nodig. Die kan ik met de trap chest activeren op deze manier. Komt die? Zo. Hoppakee. Ja, dan is de doorgang open. Dan gaan we verder. Ik snap hem, jongens. Ik snap hem. Deze hakken we ook. Zo, dan de minecart hoef ik niet te hakken. Dan gaan we verder naar beneden. Waar zijn we aangekomen? Wat is dit? Een furnace met nog een iron nugget? Daar kan ik nog niet heen. Oeh. Kan ik hiermee weer wol maken of niet? Wat heb ik? Oh, trouwens. Ik kan gewoon... Let op. Zo. En dan hierheen. Meer hebben we niet nodig natuurlijk.
Hout mag ik slopen, dat gaan we gelijk slopen. Zo. Dan hier nog meer hout gaan we ook slopen. Ik kijk niet eens naar de rest, ik ben eerst hout aan het slopen. Deze ook. Deze ook. Zo, en hier geen crafting table neerzetten. Oké, dat kon wel, dus dat gaan we dus niet doen. Maar ik ga wel de sign slopen, dat is ook van hout. Maar ik zou hier geen crafting table plaatsen. Nog meer hout. Maar wil ik dit slopen? Wat zit hier? Ja, dat kan. Maar dan zit ik vast. Maar dan moet ik weer een houtje gebruiken. Dus het is niet heel handig. Waar is dit voor? Dit vind ik moeilijk, jongens, deze. Wat hebben we nog meer te doen hier? Is er nog iets verstopt wat ik niet heb gezien? Ik heb iron nugget, maar wat kan ik met iron nugget? Ik kan een crafting table maken. Wil ik dat gelijk? Nou, er staat hier geen crafting table plaatsen, maar moet ik hem überhaupt wel maken? Ik vind het moeilijk. Kijk, wat ik kan doen is deze hakken. Dan heb ik er 5. Dus ik kan een crafting table plaatsen. Dan heb ik er nog maar eentje over. En dan, wat kan ik dan ermee maken met één laatste ding? Is ja, een button. Meer niet. En dan kan ik hier de crafting table plaatsen. Ik vind het een beetje moeilijk, jongens. Ik vind het echt een beetje moeilijk wat ik hier nou moet doen. Ja, het is dat die crafting table hier niet mag. Maar voor de rest heb ik ook geen idee wat ik moet doen. Dan kan ik een button maken. Ik heb een string en ik heb 2 iron nuggets. Wat kan je daarmee craften? Helemaal niks. Ik ga gewoon een crafting table maken. Ik ga het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan een crafting table maken. Die plaatsen we hier zo. Kijk, wat kunnen we doen. We kunnen er toch niks mee? Ik kan daar letterlijk niks mee. Met de spullen die ik nu heb. Ik kan een button maken. En dan staat nergens waar ik een button moet plaatsen. Er zijn nergens extra strings. Oh, wacht eens even. Kan ik niet gewoon wachten? Ik ben teruggetapeet hierheen. Alsof ik hier wat gemist heb. Nou, hier zit geen hout in, dus die mag ik ook niet slopen. Oh mijn god, jongens. Ik zie het al. Kijk eens hieronder. Zit nog een blokje verstopt hier. Oh mijn god, is dat ijzer verstopt. Dat meen je. Nou, laten we de ijzer pakken en teruggaan. Kon ik die vanaf hier? Die kon je waarschijnlijk vanaf hier zien, ja. Oké, nu hebben we een ijzerblokje. Dat betekent dat we iets meer kunnen mogelijk. Kan ik een chain maken? En met die chain... Ik had ook het blokje kunnen gebruiken voor mijn gevoel trouwens. Maar die chain kan ik nu hier plaatsen om omhoog te gaan. Maar dat had ik ook met een blokje kunnen doen. Ik weet nog niet. Weet je, we nemen het wel gewoon mee. De crafting table nemen we ook even mee. Doen we zo. En dan plaatsen we dit blokje weer hier. Nemen we de crafting table... Oh, die mocht ik hier niet plaatsen. Wacht even. Nemen we de chain, doen we zo. Gaan we hierheen. Wat hebben we hier? Je mag er maar 1 gebruiken. Gooi de overige 5 weg. 1 wat gebruiken. Oh, nee, bamboe. Huh? Ik heb 6 bamboe. Er zit nog wat onder, of niet? Nee. Jawel, er zit er nog 1 onder. En een string. Kijk, daar heb ik 2 strings. Dat is scaffolding. Oh, wacht. Crafting table zit hier. Dan kan ik heb ik 6 scaffolding, maar... Je mag maar 1 gebruiken. Oh, ik snap hem. Oké. 6 scaffolding krijg ik, zo. Dan mag ik er maar 1 gebruiken. Dus anderen moeten weg. En als ik die hier doe, dan kom ik er niet gelijk uit. Natuurlijk. Oh, wacht. Ik snap hem. Kijk, ik mag maar 1 gebruiken. Dan heb ik de crafting table nog. En dan heb ik mijn scaffolding nog. Is dat de bedoeling? Dus zo. Zo. Kijk. Oh, wacht. Kijk. Ik snap het wel, jongens. Je kan niet je scaffolding in je plaatsen, maar wel boven je, dacht ik. Of niet? Ik dacht dat ik hem wel op de sign kon plaatsen. Kan dat niet? Ik kan zo doen, maar dan kom ik er niet uit. Op deze manier. Ik mag er maar 1 gebruiken. Hoe doe ik dat? Weet je, jongens, ik ga het wel gewoon... Ik mag alles lopen wat ik wil, dus ook deze sign. Doen we gewoon lekker zo. Doen we zo. En hoppakee, dan zijn we er buiten. Het is een bedrock escape, maar dan moet je improviseren. Hebben we hier... Oh, gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Dit is de finishlijn. Hoppakee. De finishlijn. Niet betreden. Ja, nu snap ik dat ik hier niet mocht betreden. Dit was gewoon de uitgang. Ik heb het gehaald. Waar is Julian? Julian is je tolk. Die gaat namens jou praten. Julian, zeg maar tegen René dat ik het leuk vond. Mr. Walnut vond het heel leuk. Nee, het was heel leuk in elkaar gezet. Het was echt helemaal top. Ik zie hier nog een string liggen, dus ik ben bang dat ik nog wat dingen hier buiten heb gemist. Zoals wol, wat ik uiteindelijk kon maken en zo. Maar dat maakt niet uit, jongens. Ik ben ontsnapt. Ik vond het een leuke map. En dat betekent dat wij doorgaan naar de volgende. Zo, we zijn aangekomen in de map van Roemerat. Roemer, jij hebt van alles en nog wat gebouwd. En ik uit jouw bedrock ding moet ik ontsnappen. Klopt. Oké, okay. Nou, ik zie hier een uitleg staan. Ik weet niet of jij er nog wat bij moet zeggen. Ja, niet alles slopen. Ik was er een beetje later achter gekomen dat je dat idee was dat je alles mocht slopen, zeg maar. Mm-hmm. Nee, maar dus, dat maakt niet uit. Iedereen heeft zijn eigen manier van de map natuurlijk. Dus het is niet alles slopen, maar het is wel gewoon een soort van escape room. Ja, een soort van, ja. Oké, okay, dan ga ik mijn best doen. Oké, okay, succes. Dankjewel. We hebben hier sowieso bordjes. Daar zit je dan. Je bent opgesloten en je moet uitbreken. Je mag alles slopen, behalve steen en deuren die van ijzer zijn. Anders doet het wel. Anders? Huh? Anders doet het wel heel veel pijn. Probeer uit te breken door middel van goed na te denken en te letten op je gezondheid. Veel succes. Dat gaat helemaal goed komen. Ik zag hier al een kist met allemaal feiten. En een school van Roemerat. Wat is dit? Ratten zijn beter dan kippen en kippen zijn beter dan eenden. Ja, ik vind, to be honest... 1 vind ik het lijpst, maar hè, weet je, dat iedereen heeft een mening. Het zijn allemaal dezelfde feiten.
Ja, het zijn allemaal dezelfde feiten, oké. Ik ga er eentje meenemen. Wat hebben we hier? We hebben veren, kopwebs en we hebben sleutel voor koperblok en sleutel voor gele won. We hebben hier de koperblok, die gaan we er gelijk doorheen. We hebben een nieuwe kist, sleutel voor diamondblok en kopwebs en weet ik wat allemaal. En wat is dit? Ik mag alles slopen, ja, behalve stenen. Dit is allemaal een soort steen. En deuren. Maar wat heb ik nou? Een sleutel voor diamond en gele wol. Oké. Okay. Oh, diamondblok is hierboven. Kijk. Wat gaat er open? Dat is deze deur hier. Dan hebben we sleutel voor celdeur. Ah, en dit is als het goed is de celdeur, toch? Of niet? Maar waar plaats ik die dan? De celdeur. Gewoon hier? Oh, die kan ik gewoon hier plaatsen. Nou, dikke prima. We zijn aangekomen op... Wat is dit? Gewoon een nieuwe kamer. We hebben hier een ijzeren deur. Ik heb een gele wol. Die kan ik plaatsen. Kunnen we naar beneden. En op slot zit deze deur. Laten we eerst even dit parcoursje hier omhoog doen. Gewoon als het eerste wat ik zag. Zo. Oh, mijn god. En zo. Ja, het gaat fout. Kom op, jongens. Dit is makkelijk te doen. Ik wou net zeggen dat ik dit niet haal. Oké, we zijn hier. Wat nu? Hier zit sowieso wat achter. Altijd. Niet eens. Ik mag wel slopen. Oké, ik moet hoger. Oh, dat meen je. Oh, weet je, we gaan wel eerst naar beneden. Dat zal wel. We gaan eerst hierheen. Ik ben het helemaal aan het verpesten namelijk. Een boekenkastenkamer. Sowieso met spulletjes. Kopwebs en veren. We nemen het mee voor de zekerheid. Ik wil gewoon niks vergeten. Nog meer. Gewoon allemaal onzin, denk ik. Maar we nemen het mee. Je weet maar nooit, hè, jongens. Je weet maar nooit. Ik heb letterlijk echt geen drol gevonden hier beneden. Deze deur is niet van ijzer. Misschien is het handig om deze dan door te breken. Maar ik kan hem wel gewoon openen. Ik neem hem wel gewoon mee. Misschien is het wel handig. Zo. En dan nemen we... Wat is helaas helemaal niks behalve pijn. Pijn? Hoezo pijn? Wat is er nou weer pijn hier? Ik weet het niet. Ik neem het dan gewoon mee. We hebben een deur. Ik weet niet wat ik aan de deur ga hebben, jongens. Maar we nemen de deur mee. En er is helemaal niks beneden hier. Alsof ik heb niks nuttigs gevonden voor mijn gevoel. Laten we dan toch maar omhoog gaan. Oké. We zijn hier, jongens. Komt-ie? Nee. Het sprongetje hier is heel vervelend. Komt-ie, hè? Erop. Ja, we hebben hem. Oké. Wat is dit? We hebben hier een sign. Daar kunnen we doorheen. Ik mocht het slopen. Ik mocht er ook doorheen proberen te gaan. Maar hè, dat is het voordeel van de map. Helemaal niks. Alweer. Oh, wat is dit? Een parcours door de lava. Heb ik dit nodig later? Ik drop het even voor de zekerheid hier. Ik wil het niet kwijtraken. Zo, dan gaan we naar de overkant. Is het gelukt? Sleutel voor ijzerblok. Oh, dit mag niet fout gaan, jongens. Dit parcours terug mag niet fout gaan. Ja, oké. Hey, er zit daar nog iets. Er zit daar iets, of niet? Of is dat normaal steen? Wat is dat? Nee, is dat bedrock? Ik weet het niet. Wacht, ik wil het even testen. Nee, het is wel niks. Ah, het leek op een soort ander blok. Zo, zo en zo. Dan hebben we de sleutel voor het ijzerblok. Die gaan we gelijk mooi gebruiken hier. Donk. Wat is dit? Een rode wol en een... Hier kan ik niet heen. Oké. Kan ik wel bij de... Ik kan wel bij de kist daar. Ja. Sleutel voor rode wol. Hoppakee. Dan gaan we door. Dan zijn we in een nieuwe ruimte aangekomen. Jemig, wat is het ineens mooi hier, hè? Het ziet er echt wel mooi uit. Wat is dit? Einde. Oeh. Hierachter is het einde. Maar daarvoor moeten we wel alles halen. Laten we eerst even kijken. Ja, hier. Sleutel voor het blauwe blok. En dat was niet een blauw blok. Maar waar is het blauwe blok? Kan ik hier omhoog? Hier? Ah, nou, dit is het niet. Oh, ik zit nu wel vast. Ik weet niet dat het de bedoeling was. Laten we het parcours maar gewoon doen. Ik dacht, ik ga eerst even alles checken. Maar ik denk dat ik alles wel heb gecheckt. Dus dan beginnen we maar gewoon aan het parcours. Zo, en dan komen we hierboven. Hoppakee. Waar zijn we? We zijn ook gewoon lekker in de open lucht. Uit het niets. Kijk, daar zit de kist. Die zie ik al. Hoppakee. Sleutel voor spons. Die zag ik beneden liggen. De spons. Ja, het is allemaal duidelijk, jongens, deze map. Dat vind ik lekker. Het is gewoon duidelijk. Zo, dan gaan we hierin. Weer naar beneden. Ik denk telkens dat ik er ben en dan wordt het alleen maar weer moeilijker. Oh jee. Er is geen weg terug. Oh ja, parcours. Wat is dit? Zijn trapdoors of trapwires? Wat doet het? Helemaal niks. Oh, dan is het gewoon een scam. Oké, prima. Het blauwe blok. Dat is dit. Dit is het blauwe blok. Nog een parcours. Wat? Het is zo groot, jongens. Het is echt eindeloos groot voor mijn gevoel. Hoppakee, dan is dit sleutel voor het gouden blok. En dat is de ontsnapping. Daar hebben we de ontsnapping te pakken. Maar dan moeten we het wel veilig zien te halen. Oh mijn god, het ging bijna fout. Terug naar boven moeten we weer via... Het ziet er zo mooi uit, jongens. Dit is echt tot nu toe de mooiste map, gewoon. Het ziet er echt mooi uit allemaal. Ja? Oh mijn god. Oh man. Irritant dit. Ik haat die laddersprongetjes. Oh, we zijn er. Oké. Dan gaan we naar het gouden blok. En als het goed is, is dit het einde. Is dit het einde? Ben ik echt ontsnapt? Is het zover? En dan zijn we aangekomen in... Hey, dit is een andere map, zeker? Ja, zeker. Waar ben ik beland? Nou, een soort gevangenisachtige bedrock. Bedrock idee, ja. Wat is dat hier? Je gaat hier nooit uit kunnen ontsnappen. Pas op, sommige dingen die je tegenkomt zijn niet handig om te slopen. Dat betekent, jongens, dat dit de volgende map is. Dus editor Sebastiaan, rol de intro. Nou, als je even hierin gaat staan. Hier moet ik erin? Ja.
En de blokken die ik bij me heb, moet ik die aan jou geven of mag ik die gebruiken? Nee, die moet je aan mij geven, joh. Oké, die ga ik aan jou geven. Die heb ik niks meer. Ook nog steeds de feitboekje of... Mag je houden. Die mag ik houden. Okay, nou, en dan wens ik je veel succes. Nou, dankjewel. Ik ben benieuwd, jongens. We gaan kijken wat we moeten doen. Ik zal nooit kunnen ontsnappen. Ik zie hier een... minecart liggen. Oh, kist hierboven. Daar kan ik in. Oeh, de minecart. Kijk, die kunnen we... Nou, dan zijn we al heel snel ontsnapt uit, zeg maar. Het ruimtetje in het binnen, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Dus zo. Hoppakee, neem het mee. Dan nemen we dit ook mee. Ik dacht gewoon allemaal meenemen voor de zekerheid. Deze nemen we ook mee. Elk blokje dat ik mee mag nemen, jongens, gaan we doen. Zo. Ze ligt er nog stiekem wat boven verstopt. Nee. Ik denk dat ik de minecart in moet. Ik denk dat het mijn ontsnapping is. Daar gaan we. Hoppakee. Oh, dan hier eruit, denk ik. Hier. Zo. Ja, dan kunnen we verder. Pas op met... Wacht trouwens, we gaan één rondje lopen. Ik ben bang dat ik namelijk... Oeh, ik wel... Oeh, die minecart zit achter me aan. Nou, dat maakt trouwens niet uit. Misschien dat hier iets ligt wat ik later nog nodig heb, weet je? Nee, ligt hier helemaal niks. Oké, dan gaan we door. Pas op met wat je sloopt, anders haal je het niet meer... Anders haal ik het niet meer. Oh, oké. Okay. Dat is gewoon een parcours. We gaan niks lopen. Zo, 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 zo. Ja, man, moet ik het nog een keer doen. Ah, oh, dan moet ik wachten tot die dingen... Ja, ik wou zeggen, moet ik wachten tot ze weer gerepareerd zijn. Zo, we hebben het gehaald. Waar zijn we nu? In een... Oeh, ik moet de bounce halen naar de overkant, jongens. Dat is leuk. Zo, tonk. En dan komen we hier. Maar hier zit sowieso wat achter. Ja, tuurlijk zit hier wat achter. Dit kan zometeen handig zijn. Nog meer feiten. En een lingering potion of fire resistance. Oké. Okay. Zijn de feiten hetzelfde? Eenden staan boven ratten. Juist, dit is precies wat ik zei. Eenden zijn OG man. Eenden zijn de goat. En dan, wat is er op pagina 20? Hè, Roemer? Juist, Roemer. Luisteren, luisteren. Eenden zijn cooler. Ik weet niet waarom. Eenden zijn gewoon de goats. Wat is dit? Volg het pad. Het pad wordt aangevallen. Aangegeven. Wat lees ik nou? Aangevallen. Aangegeven door Diamond. Oh ja. En ergens in deze ruimte zit een kist. Vind deze kist. Je gaat het item later nodig hebben. Hint. De kist zit onder een warme plek. Ah, daardoor heb ik deze potion nodig. Alleen hij duurt maar 45 seconden, jongens. Dat is een beetje het probleem. Dus gaan we hem al nemen of wachten we even? Een dropper. Oeh, nou, ik denk nog niet dat ik daarheen moet. Oh mijn god, het pad wordt aangegeven door Diamond. En ik ben gewoon heel dom. Ben ik, zeg maar, door de dingen zijn aan het lopen. Door de cobwebs. Ik had gewoon... Ik had dit moeten doen. Maar waar zit het? Waar zit het? Laten we de potion gewoon nemen. Oké, we hebben hem. En dan hopen dat we hem vinden. Moeten we wel heel snel zijn. Want we hebben niet zo heel lang, jongens. Oh, we moeten snel zijn. We moeten snel zijn. Hoe lang heb ik nog? 38 seconden. 38 seconden. Er ligt hier ergens ligt een kist of zo. Of iets. Hier ergens. Maar waar? Maar waar? Ja, ik heb hem. Oh, de pickaxe. Oh, hoe lang heb ik nog? 28 seconden. Oké, prima. Nou, ik denk dat ik alles heb gevonden wat ik nodig heb. Hier, dan gaan we door. Een dropper. Oh, wacht trouwens. Oh, dit kan ik. Dit kan ik snel. Juist, stop. Oké, dropper is gehaald. Waar zijn we nu? Oh, deze pickaxe kan ik natuurlijk gebruiken om dit te hakken. Ja, jongens, we denken wel na over alles. Je bent bijna vrij. Zwem naar je vrijheid zwemmen. Oh, oh, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Naar de vrijheid zwemmen. Ik ben vrij! Ik ben ontsnapt! Oh, dit was leuk, jongens. Leuk dat jullie met elkaar gecombineerd hebben. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, ja. Leuk dat jullie pakken. En ik moet zeggen, Roemen, enen zijn gewoon cooler. Ik weet niet wat zeker het is. Niet, zeker niet. Ik het mee. Ik het mee. Helemaal. Nee, was heel leuk gedaan, jongens. Echt complimenten. Kijk, kippetjes, die mogen we ook niet vergeten natuurlijk, hè, maar... Kippen zitten in Minecraft, hè. Eenden niet. Heeft een reden. Ja, ratten ook niet. Ja. Dus, jongens, ik vond het hartstikke leuk, maar we gaan wel gelijk door naar de volgende map. En zo zijn we aangekomen in de nieuwe map van David. David, ik zie letterlijk geen reet. Het is donker, het is zwart, het is echt gewoon niks. Ik zie niks. Gewoon heel vaag zie ik jou. Ik moet echt gewoon mijn ogen een beetje knijpen. Ja, dat is ook dat is de bedoeling van dit dat het zo donker is. Jongens, echt, ik weet niet of jullie thuis wat zien, maar ik zie echt helemaal niks. Voor nu ben ik even de bodyguard. Je mag hier nu nog heel veel niet langs, maar... Oké. Als ik straks weg ben, dan begint de echte... Dan begint de map. De echte experience, echt. Oké. Ja, ik ben heel benieuwd. Echt waar. Het is een beetje spannend dat het zo donker is. Ja, veel succes. Ik hoop dat je het goed gaat. Oké. En dan ga ik even de grote verdwijntroep doen in 3, 2, 1. En je bent weg. Oké, jongens, ik ga kijken wat we kunnen doen. Ik zie letterlijk niks. Ik ga lopen. Oh mijn god, het is zo donker. Oh, iets meer licht. Het knippert ook het licht. Daardoor zie ik wel helemaal niks. Het is een trapdoor. Oh mijn god. Oké, we zien iets meer, jongens. Maar het licht knippert. Dus af en toe is het donker, af en toe is het licht. Oké. Het is echt alsof, zeg maar, gewoon een horror vibe is dit. Oh, het is nog steeds zo donker. Oké, waarom kan ik hierheen? Nee, niet hierheen. Kan ik ergens heen? Het is gewoon echt te donker om iets te zien. Ik zie gewoon niks. Vooral dat het af en toe om de seconde gewoon te donker is om iets te zien. Ik kan niet sprinten. Hé. Hey, wat doen we? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Wat? Wat is er? We zijn ineens hier. Ik zie nog steeds echt gewoon... Ik kan het gewoon niet zien. Ik doe even mijn softbox uit, jongens. Misschien zie ik dan wat meer. Oh, is er melkje? Een melkje! We hebben een melkje gevonden.
Oh, we kunnen zien. Oh mijn god, wat ben ik daar blij mee. Ik zag gewoon helemaal niks, maar we hebben een melkje gevonden. Oké, jongens, nu kunnen we zien waar we bezig zijn. Waar zijn we beland? In een bedrock map en we kunnen gewoon kijken. Wat ben ik blij om te kunnen kijken. Oh, het was zo raar omdat het zo donker was. Oké, maar... ik moet natuurlijk wel ontsnappen nu, jongens. We hebben hier achter water, lava en bed en weet ik voor wat zitten. Nu kunnen we ook deze sprong waarschijnlijk halen. Gok ik, hoop ik. Oh, trouwens, dit kunnen we gewoon slopen, deze trapdoor, hè. Dat is het mooie van de map. Je mag slopen wat je tegenkomt. Zo, dan kunnen we de trapdoor hier gebruiken om omhoog te gaan. Zo. Oh, oké. Waar zijn we? Nemen we hem weer mee? Nemen we de trapdoor mee? Is dat mogelijk? Misschien wel. Oh, ik ben teruggeteleporteerd. Is niet de bedoeling dat dat sloop? Oh, dat was niet de bedoeling. Nou, okay, je mag wel slopen, maar dit is niet de bestemde plaats. Ah, oké. Oké, dan gaan we hem hier gebruiken, jongens. Zo. Hoppakee. Hé, wat is dit? Diamond trapdoor. Dit is de diamond trapdoor, oké. Maar waar is die voor? Misschien moet ik die wel hier gebruiken. Nee, want hier is ook niks met diamonds. Nou, ik zou zeggen dat ik hem ook daar kan plaatsen, maar dan ben ik bang dat ik het weer fout doe. Als ik hem hier plaats. Ik ga gewoon doen, kijken of wat er gebeurt. Dat is de bedoeling. Heb ik het goed gedaan? Nee, ik heb het weer niet goed gedaan. Waar is het dan voor? Er is, hier, er is nergens diamond. Oh, wat is dit? Een button. Een button. Oh, kijk hier! En dan staat er een verstopte button, jongens. Oké, dat betekent dat we nu kunnen we hieronder. En dan kunnen we hierheen. En wat is dit? Allemaal buttons. Allemaal buttons. Oh mijn god. Oké, we gaan ze allemaal inklikken. Kijk wat er gebeurt. Gewoon tot ik iets hoor, tot ik iets merk, ga ik ze allemaal inklikken. Alleen er is nog niks veranderd. Ik heb ze letterlijk allemaal ingeklikt. Zo. Even kijken. Is hier buiten iets veranderd in de tussentijd? Ja, dit is open. Oké, jongens, nu heb ik het op een goede manier opgelost. We hebben het opgelost. Nu gaan we even goed kijken. Is hier nog een knopje of zo? Nee. Oké, dan kunnen we gewoon door naar beneden. Zo. Wat is dit? Spawnpoint. Laten we het spawnpoint zetten. Prima. We hebben hier water. We hebben hier nog meer water en lava. Laten we eens in de lava gaan. We komen uit in een volgende ruimte. Dat was heel snel. Hier hebben we crafting table. Hebben we sneeuw. Sneeuw kan ik slopen. Ik neem eerst die appel mee. Sneeuw kan ik slopen. Gaan we ook gewoon doen. Misschien zit er wel wat onder verstopt. Hetzelfde voor de crafting table. Misschien zit er wat onder de crafting table verstopt. Kijk, een stick. Er zat een stokje verstopt. Altijd op die manier nadenken, jongens. Maar wat kunnen we ermee doen? We hebben hier ook nog een wol. Die kan ik ook slopen. Hey, kijk. Er zit wat onder. Wat zit hieronder? Een diamondje. En nog een diamondje. Oeh, dan kunnen we zo een pickaxe maken. Ja, we kunnen een pickaxe maken. Maar dan heb ik nog één hout nodig. Nog één stick. En hoe ga ik komen aan die laatste diamond? Waar zit die? Of die de laatste stick bedoel ik? Oeh, kijk, hier zit ook nog wat. Nee, hij is verbrand. Dat was denk ik niet de bedoeling. Ah, kijk jongens, daar is hij alweer. Oké, jongens, we hebben een potion of fire resistance. Dat betekent dat we weer omhoog kunnen zwemmen. Dus laten we dat dan ook even doen. Neem het gelijk in, dan kunnen we hier gewoon weer omhoog zwemmen. En dan zo snel mogelijk door die volgende naar beneden. Kijken waar we dan uitkomen. Oh, dat duurt lang. Oeh, dat duurt lang. Snel opschieten, 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 opschieten. Oeh, oké, wat hebben we hier? Ah, hier is die laatste stick. Kijk, we hebben de laatste stick, jongens. Dan kunnen we zo snel mogelijk weer terug omhoog. Oh, en lava ga je zo traag. Je kan niet echt lekker doorzwemmen in lava. En hoppakee, dan gaan we even snel zo. En dan weer terug naar beneden. Hoppakee, plaatsen we de crafting table terug. Maken we een diamond pickaxe. Gebruiken we, nemen we deze, nemen we weer mee. Wie weet hebben we hem nog nodig. Zo, slopen we de obsidian. Hoppakee, oeh, dan zijn we in de volgende ruimte, jongens. Oeh, maar ik zie wel vrijheid. Ik zie lucht. Ik zie gewoon frisse lucht. Daar gaan we heen. En bada bim. Hoppakee, dan een spawnpoint zetten we opnieuw. Wat is dit? Oh, ik ben dood. Oké, we zijn terug en mijn frisse lucht is weggehaald. Dus dat is jammer. Oké, dan moet ik... Hoe ga ik dit doen? Deze sprong is toch niet te halen? Huh? Moet ik halverwege of zo? Hier. Nee. Zijn er maar één... Is er maar één pressure plate waar ik op kan staan? Hoe zit het? Ja, ik heb een obsidian. Die kan ik gebruiken hiervoor, maar... Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik heb een white carpet. Die kan ik misschien... halverwege erop plaatsen. Ik zou niet weten hoe ik dit anders moet halen. Want elke pressure plate betekent de dood gewoon. Letterlijk elke. Ja, ik zou gewoon heel simpel zo kunnen doen. En dan gewoon zo naar de overkant. Als je hierop klikt, kan je niet meer terug. Als je hierop klikt, kan je niet meer terug. Op deze put. En dan gaan we. Oh mijn god. We zijn in een nieuwe ruimte. Het is nog groter, jongens. Het is echt mega groot dit. Je mag niet vanaf hier de string slopen. Vals spelen. Welke string? Oh, deze strings. Ik zie het ook. Oh, daar. Oh, ik mag de strings niet slopen, maar dan kan ik de barrel kan ik ook niet in. Je mag niet vanaf hier de strings slopen. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe kom ik dan in de barrel? Want die strings die blokken voor mij... De... Oh, dit zijn barrier blokken. En dit is een string. Dus hoe kom ik... Ik kom niet in... Is er een onzichtbaar parcoursje ergens? Kijk, hier is een onzichtbaar blok. Hier en hier. Kijk, dat betekent dat ik zo, 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 zo... Kan ik dan ook erin? Mag ik hem vanaf hier slopen? Jawel, hè? Vanaf hier wel. Zo. Dat is wel de bedoeling. Ja, natuurlijk is dit de bedoeling. Boom met infinity en een arrow. Oké, dan kunnen we iets met een boog kunnen gaan doen. Kan je die calcite dingen naar beneden schieten met een boog? Is dat... Kan dat? Ik weet het niet. Volgens mij niet, hè? Nee. Ah, noob. Je zit vast. Maar probeer maar dood te gaan. Probeer dood te gaan. Oh.
Ah, oké, maar hier zitten wel onzichtbare blokken. Dus doodgaan wordt hem niet. Oh, daar moet ik schieten. Kijk. Zo. Ho! Wat is gebeurd? Het ging fout. Oh, wacht. Ik heb de boyne dripstone gekregen. Oké. Hoe ga ik dan dood? Kan ik die hier plaatsen? Kan ik dat? Ik weet het niet. Ik heb een idee. Ik moet doodgaan. Het hele idee. Ha, noep, je zit vast. Probeer maar dood te gaan. Ik heb nog een crafting table. Als we nou zo doen. Dan hier die calcite tegenaan plaatsen. Zo. Of die calcite, hoe heet het? Die dripstone. En dan dit hak. Dan ga ik. Als het goed is. Oeh, oh, dat is niet zwaar genoeg. Het doet niet genoeg damage. Oké, jongens, ik moet hem waarschijnlijk zo hoog mogelijk plaatsen, zoals hier. Oh, en dan hoppakee. En dan proberen of dit werkt. En... boom! Ja! We zijn dood! Ja, zo simpel was het. Je hebt het wel gehaald, of niet? Heb ik het gehaald? Ik weet het niet. Heb ik het gehaald? Weet je, gewoon met een bootje naar beneden. Ik heb het denk ik gehaald. We zijn ontsnapt. Nee, er stond nog een bordje. Nee, ik heb het niet kunnen lezen. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij zijn we ontsnapt, jongens. We zijn ontsnapt, hè. Wat is dat bordje eronder? Nu heb je het echt gehaald. Ah, kijk, we zijn echt ontsnapt. We zijn ontsnapt, jongens. Ben je trots op me? Ja, heel trots. Ik heb je map gehaald. Het was net zoals die andere. Het was ingewikkeld. Ik moest echt nadenken op een bepaalde manier. Dat ik denk van, waarom zou ik op die manier na moeten denken? Maar dat was het gewoon. Ik vond het erg leuk. Ja. Dat is weer een erg leuke map. En omdat die zo leuk was, gaan we gelijk door naar de volgende. En toen zijn we ineens aangekomen bij de map van Julian. We staan op een hele aparte plek, moet ik zeggen. Aan de buitenkant. En er is niet echt de mogelijkheid om naar binnen te gaan. Dus leg maar uit. Nou kijk, je weet, dit is een map-test om te kijken of je een echte Minecraft-pro bent. Oké. Je hebt dus zelf ook events gehost. Ja. En dus ik denk, en dat doe ik ook aan mee. Dus ja. Ik denk, we draaien nu even de rollen om. Oké. Dus nu ga jij events hosten waarin ik moet spelen. Ja, dus even let even op. Oké. Jij gaat lieven. Ah! Ik vind dat je er prachtig uitziet, Julian. Echt waar. Je ziet er echt ineens heel mooi uit. Mooi skin. Ja, dankjewel. Nou, je weet, zeg maar, jij host events. En nu ga ik eens een keer een event hosten voor jou. Leuk. Maar dan testen op verschillende vlakken. Oké. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Dit keer is geen blokken breken. Het slimste om geen blokken te breken. Het slimste is om geen blokken te breken. Oké. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Waar zijn we? Oh, we zijn in een parcoursje gewoon heel simpel. Oh, joh. Een parcoursje, die kunnen we zo even doen, Julian. Dat is geen probleem. Hoppakee. Op deze manier dan gaan we hier tussen. Oh, dat is wel heel vervelend. Dat is wel heel vervelend, dat sprongetje daar. Zo. Oh, wacht, trouwens, het moet gewoon zo. Ja. En dan... Oh, dit is echt... Oh, ik heb het gelukkig overleefd, maar het is heel irritant. Oké, jongens, dus ik moet oppassen met het sprongetje dat ik niet te ver spring, want dan val ik in de lava. Ik had nu het geluk dat ik niet dood ging, maar dat maakt niet uit. Het idee is dat ik daar natuurlijk nu dood ga, dus we moeten oppassen. Zo, juist. Kijk, ik zag mezelf al vliegen daar. Hebben we hier een onzichtbaar parcoursje? Die kunnen we makkelijk gebruiken. Moeten we hierheen, hierheen en dan... Waar is het volgende? Hierheen. Hierheen, zo. Dan daarheen. Dan moet ik bouncen via de slimeblok, denk ik, overheen, over de barriers in het blok. Daar komt hij. Ik haat mezelf echt. Ik sprong. Dat is niet de bedoeling. Dat is een heel ander soort map. Kijk, jij vliegt ook lekker rond, alsof ik het ben. Gewoon echt, weet je? Net zoals in mijn event. Ik ben allemaal off mic, ben dingen aan het uitleggen en zo. Aan de kijkers thuis. Ja. Oké, daar komt hij. Tonk. Juist. Oh mijn god, ik herken het al hier beneden. Een kleur event. Welkom in het volgend event. Yay. We hebben hier allemaal verschillende kleuren. Oké. De kans is dus 1 op 4. Dat ik dood ga. Nee, 3 op 4 op dood. 1 op 4 dat je door mag naar de volgende. Oké, dan kies ik de gele blokken zijn trouwens een spawn point. Oké, ik kies geel voor vandaag. Dus je denkt dat geel gaat worden? Ja, ik denk dat geel gaat winnen. Laat maar eens zien. Nee. Oeh, dus dat is goed toch? Of niet? Nee, juist niet. Je moet op de goede staan. Oh, ik dacht, oké, nou dan kies ik nog een keer geel. Nu voel ik hem even. Oh, dat meen je. Dan kies ik nog een keer geel. Daarmee! Oké, nu ga ik gewoon groen kiezen. Een hele andere kleur. Ik zie wel dat... dat jij ervaring hebt met dit soort events. Ja, ik snap hem helemaal. Je zou ook niet heel ver kunnen komen, denk ik. Dus, wat is het nu dan? Groen! Ja! Hoppa! En jij maakt me beledigen, hè? Ik heb hem goed. Dat is zeker goed. Ik heb hem goed. Oké, dan gaan we door. Oeh, naar de volgende. Nee, dus waar zijn we beland? Wat is dit? Verstoppertje. Dit is een verstoppertje. Oh, mijn god. En ik moet me hier verstoppen. Jij hebt 30 seconden om jezelf te verstoppen. En dan kom ik jou zoeken. Oké. En als ik jou niet binnen die 30 seconden vind. Ja, dan? Dan mag je door. Oké, prima. Oké, maar niet kijken, hè? Nee, ik ga niet kijken. Nee, oké, hij is niet aan het kijken. Ik ga hier zo staan. Dan ga ik me verstoppen, jongens. Hij is zich
Hij is niet aan het en de kijken. Tijd start nu. Oké, ik ben verstopt. Ben je nu al verstopt? Ik ben verstopt. Oké, zo kom ik eraan. Ja, oké, kom maar. Je gaat wel tellen, 30 seconden. Ja. Ik heb hier een paar. Ja. Ik tel niet mee zelf, maar ik ben benieuwd of je me gaat vinden. Is het sowieso hier? Nee. Ik vind het spannend. Ik vind het echt heel spannend. Zie je mij? Ik zeg niks. Ik heb 30 seconden de tijd. Ik vind het spannend. Oh. Is het hier? Hoe lang nog? Hoe lang heb ik nog? 3. 2. 1. Waar zit je? Ik heb echt wel goed verstopt. Hierboven helemaal. Of zo loshangend het blok in de lucht gewoon. Hier, kijk. Oh, daar. Hier. Ik zat gewoon hier verstopt. Je hebt nog gewoon meerdere keren liep je daar. Dat ik echt dacht van, je gaat het nu echt vinden. Ik dacht, je gaat deze grot in en zo. Want nee, maar dan dacht ik juist dat je dat had gebouwd met de gedachte dat ik daarin zou gaan. Dus ik dacht, als ik nou gewoon op een obvious plek ga zitten. Kijk, dat is het slimme. Als je die events host, dan weet je gewoon waar iedereen gaat zitten. En dan weet je waar je het makkelijkst mensen vindt. Nou, dan geef ik toe dat je dit event hebt gewonnen. Oké. Okay. Gewonnen. En nu? Dan gaan we door naar het volgende event. Yeah, nog een event.